Het is avond, weinig licht, betekent maar één ding. Minecraft Horror Game. Ja, zoals je ziet, we spelen weer een leuke Minecraft Horror. Ik heb dit allemaal al gedaan. Hier is een chest. En wat zit erin? Een introduction. Verhaal. Ik heb hem al gelezen. Het gaat over een monastery, of over een soort kerk. En daar is een geheim wapen en iedereen probeert die te pakken. En er zijn allemaal geesten en bla, bla, bla. Het is spannend. Ik kan het wel zeggen. Het schijnt een hele moeilijke adventure map te zijn. Hij is peaceful. Maar laten we maar gewoon meteen gaan beginnen. Ik ben heel erg benieuwd wat voor geluiden we gaan zien. Hij loopt nu al vast. Waarschijnlijk omdat hij de geluiden add, denk ik. Ja, zoals je hoort. Het geluid komt er al in. The monks of the monastery of Krakow welcome you. Oh god, ik vind het echt tien keer niks. Ik vind het echt tien keer niks, jongens. Wat moet ik doen? Ik moet even goed mijn haar doen, zo. Ik ga ervoor zitten. And let's do this. Oh shit. Ik heb het muziek extra hard gedaan. Het staat op 50% of 35% of zo. Dus jullie horen lekker hard het muziekje ook. Oh, wat is dit? Monastery. Oké, okay, let's go in. Hallo, doet hij het? Oh, there we go. Leave. Oh god, dat vind ik niet fijn. Oh shit. Oh nee, ik zie al zo meteen gewoon iets springen of zo. Een jumpscare of zo, weet je? Oh nee. Oh nee. Oh. Oh, we kunnen hier omhoog. We kunnen hier omhoog. Mooi zo. Wat is hier? Nou, ik weet niet of het mooi zo is, want ik vind het helemaal niet chill. Oké, okay, we mogen... Wow. We mogen glas breken. Dus... Nee, er zit hier niks af. We mogen alles... Behalve glas breken. Wow, wat is dit? Wat is dit? Oh, vet. Oh god, er liep net... Er kwam... Wat was dat eng? Ik keek dat... Oh god. Oh god! Dat geluid. Dat geluid. Oh nee. Zit hier niks? Zit hier helemaal niks? Ook geen chest of iets. Oh man, dat geluid was gewoon eng. Dat was gewoon serieus creepy as shit. Holy shit, man. Nou ja, maakt niet uit. Laten we maar verder gaan. Kunnen we hier nog meer omhoog? Zit hier. Glas, helemaal niks. Oh, ik kan echt niet tegen die geluidjes. Als iets van zacht tot heel hard komt of zo. Ik ben echt de laatste die dat tegen kan. Want... vreselijk. Ik vind dat al tien keer niks. Oeh, een chest. Een catacomb, liever. En een ladder. Ba. The catacombs are outside the monastery. Oké. Okay. Chill. Kijk, zoals dit geluid vind ik echt tien keer niks wat je nu hoort. Catacomb. We moeten naar de catacombs, jongens. We hebben een leaf gevonden. Oh, het muziek is ineens gestopt. Hoorde je dat? Het was gewoon in één keer van... And we don't like you. Het is weg. Hoppakee. Gone. Oké, we moeten dus outside the monastery. Dus we moeten helemaal naar buiten weer. Hoe kwamen we ook weer buiten? Ja, dat is een hele goede vraag. Via de deur. Oh nee, nu is waarschijnlijk iets veranderd buiten of zo. Nee? Oh. Oh. Het is wel erg stil. Ik ben wel blij dat de muziek gestopt is. Holy shit. De catacombs. Oké. Hij is hier ergens. Oh, weg. Ja, het is wel handig dat ik dit blijf volgen, hè? Oh, hier zo. Catacombs. Oké, lieve plaatsen. Hoppakee. Holy shit, hoorde je dat? Wat een creepy geluid. Je. Geluidje. Het is geen geluid, het is een geluidje. Het is gewoon overal je achter zegt, dan wordt alles schattig. Kijk, we gaan dit glasje breken hier zo. We gaan dat glasje breken, oké? Oeh, gebeurt gelukkig niks. Een secret key. Oké. Epipath. Weet ik veel. Here lies the rest of Father Bosniak. Protector of the seal of the demons and the angel of God. Oké, leuk. Doei. I don't care dat je daar ligt. Ik heb een secret key. Oh, godsnaam moet ik met een secret key. Daar liep het dood. Oh, in godsnaam moet ik met een secret key. Laat ik maar omhoog lopen.
denk hier buiten of zo. Nee, dit loopt allemaal... Oh nee, niet. Het loopt niet dood. Jawel, het loopt wel dood. Ik dacht dat eerst... Ik stond zo en ik zag dit zo. Ik dacht van, ah, dit is een en al Black Wool of zo, wat helemaal omhoog gaat. Maar ja, mijn fantasie, jongen, daar word je bang van. Hier is niks. Als je springt, ga je sneller. Toet, toet, toet. Moeten we wel naar binnen. Lief. Wat is die eigenlijk, die rode lopen? Waar gaat die eigenlijk naartoe? Oh, godsnaam is dit. Een open haard? Misschien een andere kant op. Oh god, ik vind het echt 10 keer niks. Wat is dit? Oh, niks. Ik vind het zo eng, jongen. Je weet niet wanneer iets kan gebeuren. En dat weet je gewoon. En ook al staat hij op peaceful. Kijk maar, hij staat inderdaad op peaceful. Oh. Hij staat op peaceful, maar het kan... Dingen kunnen gebeuren waar je gewoon van schrikt. Zoals dat. Dat is gewoon al creepy, vind ik. Dat is waarschijnlijk nog creepier voor mij, omdat ik het speel. En jullie kijken de video's. Waarschijnlijk is het echt 10 keer creepy voor mij. To access the old monastery, insert the key and press button. Gaat het nu pas beginnen? Wacht, insert the key. Is dit de key? Dit is de secret key. And press the button. Oh. Oh, maar de muziek is gestopt. Dat is niet zo fijn. Oh nee, er komt echt een jumpscare, jongens. Ik ben echt bang. Ik zet de muziek ietsje zachter. Ik ben echt bang dat er een jumpscare komt. Oh. Oké, ik ben nu ergens waar veel licht is. Ik vind het fijn. Maar het is echt zo stil, jongen. Oh, komt een muziekje. Ja, elke keer als je gaat laggen, dan komt er een muziekje. Oh god, ik vind het maar 10 keer niks. Kijk, zoals dat. Dat is zo tering eng. Oké. Een lever. Hebben we nodig? We hebben een lever nodig. Ik doe 1 koptelefoon oor af. Zoals je ziet. Anders vind ik het echt eng. Oh, wacht. Is dit glas? Nee, dit is niet glas. Away, zegt hij. Oké, de mazzel. Doei. Ik ga weg. Ik kom nooit meer terug. Waar in godsnaam moeten we naartoe? Dat is die deur waar we naar uitkwamen. Ik hoor water. Oh god. Ik hoor een raar geluidje. Oh, we kunnen hierin. He is gone. Oh god. Wat? You will not find God in this place. No, he has abandoned me. He could not save me. God, why did you leave me? God, why did you leave me? God, why did you leave me? God, dat zeg je echt al 10 keer of zo. Hoppakee. Hier. Jongens? Weet je wat ik moet doen? Het heeft niks gedaan. Wat? Waarom heeft het niks gedaan? Hè? Het zou toch iets moeten hebben gedaan, of niet? Oh nee, niet, denk ik. Ik moet hem gewoon meenemen. Ik sta er helemaal klaar voor om iets ergs op te gebeuren. Want hier zag ik redstone, een redstone blok en hier een redstone toortje erachter. Dus ik denk ergens van, waarschijnlijk gebeurt er iets of zo. Dan wordt hij vet licht of vet boos. Maar nee hoor. Helemaal niks. Oké, waar zijn we? Waar in godsnaam zijn we? We zitten, denk ik, in de ceiling of zo. Het is hier erg krap. Want ik kan amper springen. Ik zie echt helemaal niks. Misschien moet ik mijn brightness... Oh, mijn brightness staat op bright. Moet je voorstellen, als ik zo speelde, zag ik gewoon echt letterlijk helemaal niks. Oké, bright. Ik zie evengoed echt nog steeds helemaal niks, hoor. Jullie zien niet echt iets extra's bij mij. Oh god, we kunnen naar beneden. Oké, we hebben de key. We hebben de key. We hebben de lever. Adem in. En adem uit. Oké, nu kan het nog best wel creepy worden. Nu moeten we de lever neerleggen. En hem overhalen. En je weet wat er gaat gebeuren als je een lever overhaalt. Dan stuurt hij een redstone signal. Dus er kan zomaar iets gebeuren. Oké? Kan zomaar iets gebeuren. Gebeurt niks. Oké, gelukkig.
We gaan omlaag. Oh, nee. Zag je dat? What the fuck? Wat was dat? Oh nee! What the fuck? Ik... Oh. 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 Oh god, ik kan hier niet eens normaal commentaar leveren. Are you fucking kidding me? Oh nee, ik wil stoppen! The beast is ahead. It cannot be stopped. The seal of God. Save us in the darkness. We must stay to survive. On our last hours, Lucifer will arrive. Oh god. Oh nee. Het ergste is, ik wil gewoon nu stoppen. Ik moet zometeen daar in dat bed slapen. In mijn eentje, in het donker. Oh mijn god, dan stel je niet zo aan. Ja, nou, fuck. Holy shit, ik vind het nog best wel creepy. Ook al is het Minecraft. Het is en blijft een horror... Oh, wat een leuke wc. Het is en blijft een horror, weet je. Holy shit, wat had ik net gepakt eigenlijk? Oh, ik pakte net leather pants. Oh, lekker. Nou, dat wil je ook niet echt meenemen. Oké, Oh, nu zien we dat monster weer. Gewoon naar beneden kijken. Nou, dat willen jullie natuurlijk niet, hè. Oh, energy machine. Wat is dit? Een energy machine? This machine is wasting too much energy. We have the old electricity man, mechanic, sorry, working yet. But as long this machine is off, the sealed beast will not be discovered by intruders who want to wake it up. God bless their soul. Okay, dus we moeten deze machine aandoen, I guess. Sticks. Crafting bench. Furnace. Oké. Wat in godsnaam moeten we doen? Moeten deze furnace moeten we aandoen, I guess. Met iets. Maar wat? Moeten we de furnace aandoen? Hebben we nog iets of zo? Wat we erin kunnen gooien. Hier misschien? Nee. Verder lopen, I guess. Oké, laten we maar verder lopen. Oh. Nee, ik vind... Oh, nee. Oké, Sam. Er kan niks gebeuren. Oh, we kunnen niet verder. We kunnen niet verder dan dit. Elke keer als ik hier loop, is hier tripwire, denk je? Nee, hier is tripwire. Oh, god, man. Oh, waar ben ik mee begonnen, Sam? Oh, hier een chest. We kunnen papier kunnen we niet verbranden. Boeken kunnen we ook niet verbranden, I guess. Oh, hier nog meer een chest. Een boek. Papier. Dan komen we langs dat creepy ding, weet je wat? Oh, god, ja... Coco beans? Nee, fuck. Ga weg. Zo, kijk maar lekker nergens naar. Ik vind dat ding creepy genoeg. Nog meer boeken. Nog meer boeken en papier. Ik moet iets hebben om te verbranden, I guess. Papier hier ook. Item frame. Water. Melon seeds. Waarom liggen er melon seeds in de hopper? Waarom in godsnaam stopt iemand melon seeds in de hopper? Why in the hell would you do that? Oké, ik heb hier nog wel een lever. En ik kan hem plaatsen bij die deur. Maar ik weet niet of dat de bedoeling is. Ik denk zomaar dat ik dit ook aan moet doen. Maar ik weet niet hoe. Furnace. Zal ik het gewoon proberen? Sam, wat in godsnaam heb ik gedaan? Oh, jezus, weet je wat ik nu hoor? Ik hoor nu de verwarming bij mij trillen.
Een beetje een gooie getik. Oh god, wat vind ik dit vreselijk. Wat heb ik gedaan? Ja, dat weet ik. Dat is normaal. Ik weet... Weet je wat het probleem nu is? Ik weet niet of ik het goed heb gedaan. Ik... Oh. Wat staat hier in? Darkness. The Beast Cannot Energy Machine. God bless their souls. Oké, maar ik weet niet of ik het goed heb gedaan. Ik weet niet of die lever hier hoort. Oké, ik weet dat we geen levers mogen breken, maar ik denk maar dat we het gewoon moeten doen. YOLO. Want ik denk dat hij ook niet zomaar hoort. Wat is dit eigenlijk? Is dit redstone? Ik denk het niet, maar... Oh. Hier moeten we misschien plaatsen. Oh nee. Ik doe één oor af en ik zet hem zachter. Want hij staat heel hard bij mij. Oh god. Jullie weten wat zojuist aan is, hè? Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee, ik ga zo hard schrikken. Ik ga zo hard schrikken. Ik ga zo hard schrikken. Ik ga zo hard schrikken zometeen. Waarschijnlijk spring ik zo meteen echt super hoog. Waar de fuck moet ik naartoe? Moet ik hier naar beneden springen? Oh, fijn, nu zit ik vast hier zo. Kunnen we hier nog omhoog? Ergens? Anyone? Help me? Oh nee, ga niet zeggen dat dat hartkloppingen zijn. Oh nee. Oh nee, laat me weg. Alsjeblieft. Have mercy with me. Oh nee. Oh nee. Oh nee, alsjeblieft. Ik weet niet wat ik moet doen. Oh. Het muziek weer is ineens gestopt. Oh, we kunnen hier omhoog. Dit waren gewoon dingen. Ja, weet ik veel. Zie ik nu pas. Oké, we zijn veilig. We zijn veilig. Dan moet ik waarschijnlijk die kant op springen. Ja, hoppakee. Lucifer staat daar. Dat weet ik. Dit is ja, fuck it. Dat ga ik niet eens allemaal lezen. Redstone blok. Dat willen we niet. Dat willen we ook niet. Oh, een chest. Dat willen we wel. Nee, dat willen we ook niet. Waar in godsnaam moeten we naartoe? Lucifer. Ja, yeah, I know, Lucifer, bro. Nobody likes you. En nu? Ik heb echt oh. Hallo? Is it me you're looking for? Ik vind het ineens niet meer zo eng. Ik vind het ineens wel rustgevend of zo. Weet je wat ik denk? Ik denk dat ik iets ben vergeten. Ik denk dat ik iets heb gemist of zo. Ik denk dat er hierboven een lever zit of zo. Die ik mee moest nemen. Die ik ben vergeten of zo. I guess. Schijnbaar. Nee, niet. Ook niet ergens hierboven. Zo, hier kan ik verder lopen. Ook niet. Dan mis ik toch echt iets, maar wat? Oh god, waarom begint mijn Minecraft ineens te laggen? Oh, wacht, hier. Ik moet echt beter kijken. Ik weet het gewoon echt niet. Ik zie het gewoon niet. Ik liep er langs, maar ik zie het gewoon niet. Fucking raar. Als hij begint te laggen, dan weet ik hoe laat het is. Dan weet ik echt hoe laat het is. Oh god. Oh nee, een maze. Oh nee. Oh, een Holy Bible? Last words. Ja, yeah, I don't like this. Last words. Anyone, please destroy this place for God's sake. This is no longer a holy place. Not anymore. Don't let Satan take your soul. Destroy him. Please use this Bible and destroy. Don't stare, touch the gate. Dat is vet, als je hem aankijkt, dan ga je gewoon dood, denk ik. Niet. I don't know. Ik weet niet wat dat ding is. Oh god.
Oh god, ik vind het nu eigenlijk best wel creepy worden, jongens. Je weet, elke keer als ik hem aankijk, dan zoomt mijn dingen me in. Dan zoom ik een beetje in zijn hoofd of zo. We kunnen niet weg. Oh god. Ik sta stil, ik kan niet bewegen. Ik kan niet bewegen, jongens. Ik kan niet bewegen. Ik sta stil. Ik sta serieus stil. Oh god. I don't like this. I don't like this. Ik ga een beetje van mijn monitor afstaan. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik weet honestly niet wat er gaat gebeuren. Ik... You touch the gate of us or destroy it. Destroy it natuurlijk. Hoe? Oh! Yeah. Yeah, partymuziek, bitches. Thanks for playing this map. Please post back your feedback into the forums. And now just some candies to handle the jump scares. Thank you. The end. Oh my god, koekjes. En... Holy shit, jongens, wat was deze map spannend. Vooral het einde. Ik wist niet wat ik moest verwachten. Die jumpscare was een beetje te cheesy, vond ik. Beetje te niet voorspelbaar, meer te... Niet origineel. Het is een standaard jumpscare, zou ik dus zeggen. Vond ik wel jammer. Ik vond hem wel super vet. Leuke map. Downlink staat in de beschrijving. Zou zeggen, check hem zeker weten uit. Als jullie meer van deze dingen willen, vergeet dan niet een thumbs up te doen. Vind ik ook super tof. Jongens, bedankt voor de like. Bedankt voor het kijken. En wat ik kan zeggen is... Peace!